onze eerste campingspot. Super veel muggen. We hebben gisteren echt super veel regen gehad en heel lang door het water gelopen. Dus onze schoenen zijn nog steeds helemaal doorweekt. We hopen dat alles nu een beetje droogt in de zon. We zijn er klaar voor! Super helder water. We hebben onze campingspad gevonden. Wel heel indrukwekkend weer. Jeff is bezig met de tent inrichten. Het begon heel lekker vanochtend. We hebben wel echt een zwaar einde gehad. Eerst kwamen we mensen tegen, want we moesten naar deze plek toe. Omdat we morgenochtend om 9 uur een bootje moeten hebben naar de overkant. Maar eerst zeiden mensen een aantal uur geleden van ja, het is heel dichtbij, nog maar een paar kilometer en dan ben je er al. Dus wij dachten, nou ja, goed, dan zijn we lekker voor 5 uur zijn we op de campsite en kunnen we eten gaan maken. Maar het bleek even iets meer te zijn. Dus het is nu, even kijken, 7:45. We gaan nu eten. We hebben nu net alles opgezet. We zijn wel toe aan een lekker hapje en daarna lekker slapen. Ben je er klaar voor? Altijd. Thank you.
Ongeveer nog 3 kwartier lopen naar het dichtstbijzijnde water. Dus dat zijn we nu aan het doen. We hebben vandaag 2 bootcrossings gehad. Vanochtend als eerste eentje. En toen hebben we ongeveer 14 kilometer gelopen, zoiets. Toen kwamen we bij Weermeer aan. Daar kwamen we aan rond 2 uur. En om 5 uur zou de boot ons pas op komen halen. Toen hebben we een aantal uren gewacht in een emergency cabin. Met nog een aantal andere mensen. Met 2 Zweedse, Duitse en een Nederlander. Dat was echt super gezellig. Dus we zijn net het meer overgestoken. Zij gingen daar de hut in. En wij hebben besloten nog een stukje door te lopen. Zodat we morgen minder hoeven te doen. En dan lopen we morgen, zo'n 12 kilometer. En de dag daarop nemen we dan een bus. Want ze zeggen dat je dan zo'n 30 kilometer langs een weg moet lopen. Dus dat is beter te doen met de bus. Ja, so far so good. En dan komt er weer een bootje om ons naar de overkant te brengen. En dan gaan we daar gelijk een mooie campingspot zoeken. Beetje klaar voor vandaag. We staan weer mooi geparkeerd. Wel bij een hut, maar behoorlijk afgezonderd. Jeff die doet even zijn stilo. Ik wil ook bij Stijn een Steve, het is net Rodos. All inclusive. Bergen en al. Enorme uitzicht, ja. En sneeuw. Dit
is dag 5, 6? Ik weet het niet meer. We zijn nu in Keitum-Jaure. 6. En we gaan zo nog een stukje verder. En dan gaan we ergens kamperen. Halverwege het stuk naar de volgende hut. En we hebben nu even een snackie. En dit is een super coole uitzicht. Daar beneden in de vallei staan twee elanden te grazen. Pas. Het schijnt super mooi te zijn. Het is hier echt al helemaal geweldig. Die was net met een hele hoop kabaal en een hele grote kudde rendieren aan het bijeen drijven. Het is van de Sami-bevolking hier in Zweden. We gaan nu daar overheen door de Chakcha-pas. We hebben al een paar dagen zon en het is echt super warm. En omdat wij naar het noorden lopen, hebben we de zon altijd achter ons. Dus mijn oren zijn behoorlijk verbrand. Dus ik heb nu de ding op, maakt het nog iets warmer, maar wel beter. Wat vind je van die sneeuw, Jeff? Hey, ik hou er al niet van in Nederland. Laat staan als ik op zomervakantie ben in Zweden. Volgende keer gaan we gewoon naar Ibiza. Nee, een grapje. Het is bijna augustus. Grapje. Jezus, Zweden. We hebben hier een plekje gevonden. We hebben vanmiddag besloten dat we een etappe waar we eigenlijk 3 dagen over zouden doen, in 2 dagen doen, dus dat we eerder bij ons eindpunt zijn.
We staan nu eigenlijk op de grens van Abisko National Park. En morgen hebben we nog zo'n 16, 17 kilometer te gaan voordat we in Abisko aankomen. Ons eindpunt. En dat betekent ook dat we 2,5 dag rust hebben daar. Wat natuurlijk echt super fijn is. Wel ontzettend afgezien vandaag. Heel ver gelopen. Ik denk zo'n 25 kilometer. Over best ruig terrein. Dus we zijn echt behoorlijk kapot. En we konden eigenlijk geen goede campingplek vinden. Omdat er heel weinig water hier in de buurt is. We staan nu relatief dicht bij een rivier. Maar er staan natuurlijk ook nog heel veel andere mensen die dicht bij de grens staan. Omdat je in Abisko National Park zelf niet mag kamperen. Maar we hebben een goed plekje weten te vinden. En Jeff is nu water halen. En dan gaan we zo lekker eten en slapen. Morgen onze laatste etappe. En dan zijn we er. We zijn er allebei wel een beetje niet klaar mee, maar moe. Tijd om uit te rusten en te eten. Normaal vers eten en niet meer uit zakjes. En een normale wc en niet meer gehurkt in de bosjes. Ja, daar kijken we wel naar uit. Laatste etappe vandaag. We zijn er bijna. Ja. Trees, oh, trees. Do you remember me? From before. From before. From before. They call me Help. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a diet. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.